Wat ik het mooie vind aan architectuur is de mix tussen extreme creativiteit en maatschappelijke relevantie. Gebouwen dragen bij aan de dagelijkse leefomgeving van mensen. Ze worden gebruikt, ze worden ervaren. Er lopen mensen doorheen. Je draagt bij aan de stad of aan de omgeving. En tegelijkertijd, wat het ook echt spannend maakt, is de enorme schaal waarop je die creativiteit kan uiten. Het zijn grote dingen, gebouwen. Ik vind het leukste om gebouwen te ontwerpen die gaan leven als ze in gebruik genomen worden. Die echt iets toevoegen aan de stad en aan de leefomgeving van mensen. En die natuurlijk comfortabel en prettig zijn, maar daarbij ook aanzetten tot nadenken of net iets verrassends brengen. Ik vind het wel belangrijk dat je als architect ook blijft inzetten voor de branche als geheel, voor het vak. En dat kan via de BNA. BNA is aanspreekpunt voor overheden, opdrachtgevers en kan ook manieren van aanbesteden en de CAO agenderen. En verder vind ik het gebouw van het jaar altijd toch weer bijzonder. Ik heb hem een keer mogen jureren. En het leuke is dat de jury ook echt de gebouwen bezoekt en ze in werking en in gebruik ziet. Waarmee die prijs toch een extra cachet krijgt. Het zou leuk zijn als er nog een oeuvreprijs aan toegevoegd wordt. Ik ben Doyanne Vermeulen, architect en directeur bij Team V.